Italiaanse keuken. Heel simpel, heel lekker. En vandaag gaan we dat nog maar eens bewijzen. Jij bent al look aan het pellen. Ik ga hier al een goede greep platte peterselie afsnijden en basilicum. Voilà. Zeg, studeren in Italië. Hoe goed klinkt dat, uw vrouw? Ja, dat was Erasmus. Hè. Dus mijn vrouw heeft rechten gedaan. En die ging op Erasmus en die koos voor Italië, Bologna. Bologna, trouwens. Zal wel. Een stad waar heel lekker wordt gekookt. Mm-hmm. En die had daar dan zo'n kotmadam die haar hielp. Is dat dan echt zo'n huis en iedereen heeft zijn kamer? Nee, dat was een heel klein kamerje dat hij had enzovoort. Maar zo'n mevrouw die haar geholpen had om dat kamerje te vinden, noemde haar kotmadam. Dat was niet echt haar kotmadam. En dus, maar wij gaan er nog af en toe naartoe, naar die mevrouw. Oh. Na zoveel jaren. En die kan koken, man. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ik vind dat super. Ik vind dat echt... Oké, wat hebben wij hier al? Dus look. Je mag die wel in schijfjes snijden. We gaan die niet persen, we gaan die in schijfjes snijden. En we gaan beginnen met die aan te bakken in olijfolie samen met kappertjes. Wat dat we ook gaan doen... Want het vlees moet een beetje rusten. Dat is een kleine struisvogel, precies. Nee, dat is... Een hele kleine struisvogel, Sophie. Ja, ik ga u niet één bil van een struisvogel geven, want dan zit het hier echt nog binnen 3 weken. Hè? Ja, dat is te groot. Dus een struisvogelsteek, trouwens, het ziet eruit als steek. Als je dat niet zegt, dan denk je van ja, dat is gewoon rundvlees. Maar veel minder cholesterol ook, hè, in struisvogel. Dus een heel dankbaar stukje vlees toch wel. Gewoon kruiden met peper en zout gaan we doen en bakken. We zijn in Italië, dus in een beetje olijfolie. En we gaan die mooi saignant laten. Mag dat voor u? Ja, perfect. Dus, olijfolie. En we gaan die kort mooi aankleuren aan beide kanten. En dan gaan we die verder eigenlijk gewoon laten rusten. Goed laten opwarmen, want het is rood vlees, dus we willen wel weer die warme pan om zo mooi te gaan schroeien. Hè? En je maakt dat eigenlijk een beetje klaar als een steek? Ja, absoluut. Warme pan. Ja, warme pan. Een beetje zaaien langs twee kanten. Zaaien? Noemen ze dat niet zo, zaaien? Schroeien. Schroeien. Schroeien, ja. Oh, ja. Dicht schroeien. Dus wat gingen we hier doen? Look aanstoven. Met kappertjes. Dus je mag er de look al bij doen, ook in een eetlepel of 3. Dat mag erbij, dat moet niet... Ja, nee, dat mag zachtjes. Dat mag zachtjes beginnen. En we willen die look en de kappertjes eigenlijk zo toch een klein beetje krokant en gekleurd. Hoppa. Voilà, een eetlepel. Een goede eetlepel of 2. Dat is heerlijk, hè? Kappertjes in pasta. Ja. Dus wel een beetje het vocht uitnijpen. En laat dat maar gaan, een minuutje of 5, totdat die kappertjes mooi krokant zijn en de look mooi gekleurd. Jij mag hier dat een beetje... blijven indraaien. Oké, ik ga ondertussen misschien de pasta ook. Hè? Capellini, volkoren pasta gaan we kiezen. Waarom volkoren? Omdat volkoren gewoon goed is. Hè? Veel vezels, is goed voor hun transit. Koken in heel veel zeezout en olijfolie. Ik denk dat de pan warm is, dus we gaan eerst... Ons vlees. Het vleesje erin leggen. Klopt dat zo chefs dikwijls spuwen in een pan om te... Mijn mémé deed dat. Is dit? Ja. Om zo te zien of de pan warm genoeg is. Hè. Ja? Ja, met wat vocht, ja. Olijfolie. Voilà. En dan dus 50 of 60 gram pasta per persoon. Water moet koken. En dan roeren. Hè. 3-4 minuten is prima. En moet ik dat nog een keer niet omdraaien? Of... Nog niet. Ik heb dat al lang omgedraaid met mijn vlees. Nee. En wel, kijk. Proef op de som. This is not ready. Dat is niet, voor mij is dat niet genoeg kleur. Dat moet echt een mooie donkere kleur hebben voor mij. Ah ja, wel, ik draai dat erop om dan. Ja,
Omdat je moet dat ook niet blijven draaien. Nee, omdat ze mij altijd zeggen van we moeten even hard aanbakken en dan direct omdraaien. Is mij ooit verteld geweest door... Ja, dat maakt niet uit. Eigenlijk door wie feitelijk? Maar dan moet je het ook laten hard aanbakken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb zo... We zijn ooit eens... Ik ben eens met mijn vrouw, denk ik, de eerste reis dat ik met haar ben weg geweest. Dat was het in Sicilië. En op een bepaald moment waren we aan het rijden met een auto. Op zoek naar iets om te gaan eten. En er was niks. We komen in zo'n heel verschrikkelijk restaurant met van die wasdraadgeweven stoeltjes zo. En er zit zo'n gezin te eten aan de linkerkant voor zo'n televisie buiten. Met een echt een dikke homp van een vent. Met zo in zijn marcelletje, met zo'n haar dat er... En ik zeg tegen mijn vrouw, ik hoop dat dat niet de chef-kok is. We zien hijstig uit zijn stoel, die zeilde in onze richting. En die zegt, ik ben de kok. Zijn hand te kok. Ik ben de kok, wat wilde eten? Ik had zoiets van... En dan hoorde hij dat wij uit België kwamen. En ik weet niet of je dat weet, maar Adamo, de zanger, komt uit Sicilië. Ah ja. En die mens heeft voor ons gekookt, Sophie. Dat was waanzin. Maar ja. We zijn daar, kwamen daar rond 2:30 toe. We zijn daar buiten gestapt om 8:30. Zo en de vol hele. Maar ene top visjen hier. Wacht, ik ga dat klaarmaken. Hier, dat moeten proeven, dat moeten drinken. Dat was nu zo gezellig. Ja. Dus dat vooroordeel van die mens was direct... Weg. Ja, weg. Dat was, ik denk dat dat een van de memorabelste keren is dat ik fantastisch lekker gegeten heb. Ik ga eigenlijk altijd naar Spanje, maar we zouden eigenlijk nog eens dringend naar, naar Italië moeten gaan. Hè? Geef jij mij dan zo naar... Ik zal u een keer een tour geven, want we hebben nu al echt werkelijk overal gezeten. Van het noorden tot het zuiden. En zelfs in zo'n stoeme baanrestaurants kun je echt ook nog lekker eten. Zo die broodjes en die... Zo'n tankstation bedoelde. Echt belachelijk, hè? Zelfs in tankstations... Paninis. Van die paninis. Zo warm. Kun je lekker eten, echt. Ja. Check eens of dat de pasta gaar is. Bart, alsjeblieft. Ja. En hoe doe je dat? Door dat een keer van te proeven of te zien dat dat al dente is. Moet al dente zijn, hè? Ik denk dat dat al dente is. Mocht die afgieten, ik heb daar een vergiet staan. En je zet die vergiet dan op de pot en je brengt hem maar terug. Wat ben ik hier aan het doen? Avocado, dus gewoon gaan insnijdingen geven. Zo. En dan lepelen we alles gewoon nu hier in de pan, waar we verder onze pasta gaan nemen. Is dat waar dat je dat moet blussen met koud water? Nee. Nooit pasta? Nee. Ja, van wie krijg ik van mijn misleidende waarom informatie? Waarom zou je dat doen? Dan moest je hem willen spoelen. Het is warm. Nee, moest je hem willen spoelen, dan zou ik het doen met warm water, want je koelt hem af, hè. Snap je? Past warm. Kijk, dit is wat we moeten hebben. Uw kappertjes, mooi krokant, en de look, mooi gekleurd. Ja. Wat lepelen we daar nu bij? Ik heb die avocado zo insnijdingen gegeven. Je mocht die daar volledig in uitlepelen. En dan nu citroen, hè, want we maken citroenpasta. Dus enkel de zesten van 2 volledige gewassen. Biologische citroenen liefst, omdat die niet bespoten zijn. Hè. Je mag al een beetje olijfolie op de pasta doen. Hier mag ook olijfolie bij. Maar dat klein flesje, ik heb niet gekeken. Hier. Enfin, dat is nu ook goeie, hè? Deze. Dat mag hierbij, hè? Ja, en ook een beetje op de pasta. En dan gaan we het sap van een halve citroen daarbij persen in de pan. En dat is zo'n klein flesje. En waarom is dat? Dat speciale? Dat zijn klein flesjes of groot flesjes. Dat is echt extra virgin. En van een bepaalde... Dat is goed. Zo. Voilà. Oké. Ja. De rest hier ook nog, hè? Avocado. Mag er allemaal bij. En eigenlijk gaat hier dan toch zo'n beetje, zonder al te veel belang, nog groente bij serveren, zo zie je. Dat mag wel, hè? Pastakjes erbij. Oké, wat heb ik nog? Is dat de bedoeling dat ik dat nu wat meng? Ja, absoluut. Ik ga er nog van alles bij doen. Basilicum. Wacht, ik kan hem. Platte peterselie. Doe met 2, dat is gemakkelijk. Ja. Platte peterselie. Peper.
en een beetje zeezout. Grof zeezout mag dat zijn, hè? Fleur de sel. Kijk wat een pasta kerel. Super. Hup. Wat moet er nog bij tagliata? Dat is Parmezaanse kaas, hè? Dus ik heb hier een blok. En die ga ik zo met een schillertje zo meer van die reepjes van gaan schillen. Hè. Je mag raspen ook. Hè. We zijn hier al bijna klaar. Hè. Wat denk je? Ga wel iets drinken? Vermoed, hè? Of course, nee? Dat is Italië ook voor gekend. Hè? Drink je dat graag, vermoed? Ja, ik vind dat soms wel eens lekker. Voilà, gewoon op ijs. Met een schijfje citroen. Mag zeker. We hebben er hier toch. Ziet er goed uit, Bart. Ja, hè? Ja, nog juist de sneetjes struisvogel. We gaan dresseren, maar we gaan eerst eens drinken. Hè. Kloek, 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 kloek. En waar haalde jij een... Bij de Italianen. Ja. Als je nu zegt, ik wil een goede olijfolie, ik wil een goede balsamico-crème, ik wil een goede vermoed. Als je een goede Italiaanse winkel hebt, die hebben dat allemaal. Ja. En dat maakt eigenlijk het verschil van je weten. Hè? Ja. Als je zegt, ja, bij mij is dat nooit goed, niet hetzelfde. Ja. Maar als jij een ordinaire olijfolie gaat nemen, of zo juist niet de goede tomaten, ja, maar dat maakt gans het verschil. Als wij met een auto weggaan en we komen terug, heeft mijn vrouw altijd massa's tomaten mee. Maar massa's kaas, massa's. Ah ja. En als je dan in die notte was, dat wat warm is, als je in die notte staat. Je moet wel zorgen dat we dan iedereen terug naar huis. Terug weg, ja. Maar is lekker. Dat is heel lekker. Oké, dresseren, mannetjes. Rucola. Mooi rood. Voilà, tagliata, my way. Mm. Hoe snel is dit gegaan? Heel snel, dat is echt perfect voor mij. Zet u. En ik zit helemaal in Italië, Sophie. Ja? Oeps. Echt waar, ik moet opletten dat ik u niet een huwelijk vraag. Echt. Dat hebben we hier nog niet voor gehad. Je bent al getrouwd. Ik weet het, maar je maakt het wel moeilijk met al die lekkere gerechtjes. Stick to the plan. Gewoon proeven en zeggen wat je ervan vindt. Tagliata met citroenpasta. Dat is heel lekker. Mm. Ja, sorry, ik ben terug stilgevallen, Amna. Het is zo lekker. Het is echt zo lekker. En haalbaar. Dat is belangrijk voor mij. Ja. Ik zou je het kunnen maken. Ja, dat is eenvoudig om te maken. En in uw pan al alles klaarzetten. Ja, overzichtelijk. Ja. Alright. Met een lekkere vermoed bij. Zitten wij op ons gemakje in Italië. Geweldig. Amai zeg. Dat op een donderdagavond hier. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM. Je beleeft het hier. 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 En hier.